Ik ben Frauke Nijhuis, ik ben neuroloog en klinisch neurofysioloog. En werk als hoofd van de afdeling klinisch neurofysiologie hier. Ik ben Heitske en ik ben KNF-laborant. Omdat de klinische neurofysiologie niet bij iedereen een bekende afdeling is, lijkt het ons een leuk idee om jullie wat meer over onze afdeling te laten zien. Op onze afdeling vinden eigenlijk alle aanvullende onderzoeken plaats, waarbij we hersen, zenuw en spierfunctie kunnen meten. Eigenlijk is onze patiëntengroep heel breed. Eigenlijk van de jongstgeborene tot eigenlijk de oudste patiënt. En hetzelfde in ernst van, we komen dus op de IC, maar doen ook heel veel onderzoeken polyklinisch. Als mensen vragen wat ik voor werk doe en ik zeg ik ben laborant klinische neurofysiologie, dan denken mensen vaak dat ik in een lab werk met reageerbuisjes. En dan probeer ik altijd uit te leggen, en dat vind ik zelf het makkelijkste voorbeeld, dat ik dus hersenfilmpjes maak bij mensen die bijvoorbeeld bewusteloos binnenkomen en waar de neuroloog dan niet weet, hè, wat er aan de hand is. En het is denk ik een heel technisch beroep wat je hebt, wat niet iedereen ziet, omdat we veel met patiënten werken, maar het uitwerken en het analyseren ervan. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld 's ochtends begin met het duplexonderzoek, dus de echo van de halsvaten, en dat ik dan 's middags hersenfilmpjes maak. Of ik plak een patiënt die naar huis gaat voor slaaponderzoek en de volgende ochtend werk ik dan zijn onderzoek uit. Dus het ligt eigenlijk een beetje aan wat de planning voor mij gepland heeft. We werken meerdere momenten samen. Dus soms assisteren jullie ons inderdaad bij bijvoorbeeld het zenuwgeleidingsonderzoek. En jullie doen ook heel veel zelfstandig, waarbij ik dan de uitslagen als het ware superviseer. Maar we hebben ook een hele belangrijke taak als opleiders van zowel nieuwe laboranten en we leiden neurologen in opleiding op. Als we kijken naar nieuwe ontwikkeling, als KNF-laborant ondersteunen wij bij de onderzoeken voor de nervus hypoglossus stimulator. Misschien iets duidelijker in de volksmond, de tongstimulator. Dus mensen die slaapapneu hebben, die krijgen dan zo'n tongstimulator en die zorgt dat je tong dus bij iedere inademing zeg maar een stukje uitsteekt, waardoor je geen apneu hebt. Werken bij CWZ voor mij betekent dat ik laagdrempelig contact heb met mijn collega's. Dat ik het heel leuk vind dat de lijnen kort zijn. Je kunt altijd iemand anders iets vragen. Tenminste, dat geldt vooral bij ons. En ik merk ook als ik op andere afdelingen kom voor onderzoek, dat iedereen eigenlijk wel altijd bereid is om te helpen en te ondersteunen waar nodig. En juist inderdaad de afwisseling in zelf onderzoek uitvoeren, maar ook opleiden, maakt dat het werk in CWZ voor mij eigenlijk heel erg leuk is. En ik denk dat we best wel een gezellig team hebben, zowel onze kleine KNF-groep als de hele afdeling samen. We vonden het leuk om jullie mee te nemen en een kijkje in de KNF-afdeling. En hopelijk is er nu wat meer bekend over KNF.